Op de verkiezingsdag zijn maar liefst 43% van de kiezers nog zwevende wat betreft hun keuze. RTV Arnhem ging de markt op om de kiezer te vragen naar hun afwegingen en twijfels omtrent hun keuze voor de Tweede Kamerverkiezingen. Mevrouw, 20% van de Nederlandse bevolking weet nog niet waar die op gaat stemmen. Hoort u daar ook bij? Nee, hoor ik niet bij. Nee, ik weet het. Ik heb ook vanmorgen al gestemd en ik wist het ook. Ik ben geen zwevende kiezer. Ik was zwevende kiezer, maar ik heb vandaag al gestemd dat ik al eerder gestemd had. Dus u was wel zwevend, waardoor? Omdat je soms niet weet, man. Dan iedere avond die debatten en daar word je ook al 14 dagen niet goed van. Wat heeft u over de streep getrokken qua debatten? Dat u wel toch vandaag de... Ik zei tegen mijn man, zet hem maar af die debatten en dan... Ik zie wel waar ik op stem. Heeft u in het stemhokje zelf dat besluit genomen dan? Nee, nog thuis, nog net. Mag ik vragen waarop u heeft gestemd? Ja, PVV. Ik denk dat hij heel groot wordt. Vandaar hoor ik iedereen PVV. Ja, ja. Ja, mijn man ook. Het ook PVV. Nou, eerlijk gezegd wel. U weet het ook nog niet? Nee. U gaat wel stemmen vandaag dan? Wel stemmen. Dat ga ik sowieso. Maar waar laat u dan uw besluit van afhangen vandaag? Nou, ik ben wel aan het twijfelen. Maar volgens mij ga ik wel voor PVDA. Ja, hoor ik ook bij. Ik weet ook niet op wie ik kiezen moet. Nee, ik weet het ook nog niet. Ja, ik heb mijn keuze al gemaakt, ja. Ik hoor bij die 20%, ja. En waarom is dat? Het lijkt veel op elkaar. En toch hebben ze wat kleine verschillen waar ik nou maar voor zou kiezen. Dus... Gaat u wel stemmen? Ik ben wel van plan om te gaan stemmen, maar... Laat u dan uw stem daar pas in het stemhokje gelden of gaat u er van tevoren toch nog wel over nadenken? Van tevoren nog wel over nadenken, dat is wel de bedoeling, maar... Of dat lukt, weet ik niet. En heeft u twee partijen waar u tussen wilt stemmen of meerdere? Ik denk dat het er nog wel meer zijn. Dus. Stemmen op de SP en daar blijf ik bij. Er zijn twee partijen wie mij wil leggen. Welke zijn dat? SP en PvdA.